Vandaag de dag is de vraag heel erg, wat is echt, wat is nep? Maar daar ook mee, wat is waarheid? Al dat soort technieken, zoals hè, dingen als synthetische media, hè, dat je op Instagram filters eroverheen kan doen, dat je met deepfake-achtige zaken mensen dingen kan laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk een ontzettend grote invloed. Rick Bouter, jij bent deskundige op het gebied van Big Tech. Je hebt ook een platform. Kun je kort vertellen wat dat platform doet? Zeker. Platform en stichting welke we hebben opgezet heet TechTix. Dat is eigenlijk een samenvoeging van de woorden technologie en ethics, hè, TechTix. Ja. En wat we hiermee willen bereiken is dat we als christelijke community ons gaan bezinnen op de impact van de technologie op ethiek en christelijke religie. Ja, waarom is dat nodig? Nou, wat je vandaag de dag ziet is dat toch wel veel mensen beïnvloed worden door allerlei technologieën. En ik vraag me af of dat we voldoende elkaar de vraag stellen welke impact dat op ons heeft en op onze leefregels. Ja, welke impact heeft dat op jou? Nou, neem even het voorbeeld van iets als sociale media. Nee, of überhaupt gewoon digitaal werken. Ja. Waarin je natuurlijk gewoon ziet dat je zowel privé als zakelijk. In deze coronatijd ben je eigenlijk non-stop met collega's verbonden. Al dan niet als ze thuis zitten. En privé contact met familie over bijvoorbeeld WhatsApp of vrienden op Facebook of Instagram of andere zaken. Ja. Dus is het nogal weg te denken uit onze moderne tijd? Zijn we te afhankelijk geworden van Big Tech? Zijn we al te ver heen? Is er nog een weg terug? Nou, dat zijn een hoop vragen in één keer. Al hebben we het over Big Tech, hebben we natuurlijk over een aantal grote organisaties, hè, zowel sociale media als de partijen die dat, zeg maar, de onderliggende infrastructuur daarvoor doen. Apple en zo. Ja. Apple, Google, Facebook, WhatsApp. Zijn we te ver heen? Nou, ik denk dat er altijd een weg terug is. Ik denk wel dat we daar op verschillende niveaus keuzes in moeten maken. Hè, dat zullen we zelf moeten doen als individu. Dus we kunnen ook afscheid nemen van bepaalde platformen, al vinden we dat de invloed of de censuur of de informatiefuiken te veel invloed hebben op het resultaat van dat soort platformen. Ja. Ook de overheid heeft daar een grote rol in. Ik denk dat de overheid ook kan reguleren of dat bedrijven kan opknippen. Op het moment dat je natuurlijk zo'n grote machtsverschuiving ziet, ja, dan kan dat ook serieuze gevolgen hebben op iets als een democratie. Ja. En er zijn natuurlijk een aantal voorbeelden van. De VS die verdenken daar natuurlijk Rusland van bij de vorige presidentsverkiezingen. Maar lopen christenen ook gevaar? Ik denk het wel. Op welke manieren lopen christenen gevaar? Nou, wat je vandaag de dag ziet is dat er steeds meer macht bij de Big Tech zelf komt. En die macht die pakken ze ook door zaken. Ze modereren als het ware de hele informatievoorziening. Ja. Dus de algoritmes die in dat soort partijen zitten, die bepalen uiteindelijk wat jij ziet. Hè? Dus op basis van jouw online gedrag, niet alleen zoekgedrag, maar ook wat jij daar allemaal doet, wordt een profiel geschetst. En dan kan het zomaar eens zijn dat je op een gegeven moment bij gelijkgestemden, in een groep van gelijkgestemden komt. Ja, dat is toch heel mooi? Dat is zeker heel mooi, maar dat is wel een eenzijdig perspectief. En ik denk dat iets is waar je jezelf blijvend op moet uitdagen en bevragen, maar ook vooral op bezinnen. Van ja, klopt dit wel? Want op het moment dat jij alleen zaken vanuit een bepaald perspectief hoort, ja, dan gaan jouw uitingen daar misschien ook wel naar zijn. En dan is de vraag, ja, is dat een terechte keuze? Kun je een voorbeeld geven van hoe dat een negatieve invloed kan hebben op het wereldbeeld van christenen? Wordt dat te eenzijdig? Of, ik kan me ook voorstellen dat juist zo'n medium ook een soort poort naar de wereld is, naar andere meningen. Absoluut. Nou, wat je ziet, goed om te noemen natuurlijk, hè, Big Tech wordt vaak geframed als een hele negatieve en eenzijdige kant. Maar het heeft ons natuurlijk ook heel veel goeds gebracht. Ja. Namelijk, we kunnen makkelijk communiceren in grotere groepen. We hebben makkelijk contact met familie ver weg en dichtbij. We kunnen makkelijk bestanden delen en noem alles maar op. De andere kant is wel dat we ons wel bewust moeten zijn dat tegen de prijs gaat van onze data. Dus die diensten die zijn gratis, omdat al dat soort partijen, de een maakt advertenties erover, de ander heeft andere facetten. Je bent uiteindelijk zelf het product. Jouw gedrag, jouw profiel, jouw data is het product waar dat soort bedrijven van rondkomen. Ja. En wat heeft dat dan voor invloed op ons als christenen? Is dat je op een gegeven moment wel af gaat vragen, worden onze meningen en onze leefregels en principes ook niet weggecensureerd? Waar we nu eigenlijk al
nou ja, in een bepaald stadium zitten. Voorbeelden van Trump met het Capitool. Andere voorbeeld wat we net noemden. Ja. Dus de vraag is, waar, hoe lang kunnen wij op dit soort platformen, hoe lang wordt onze mening nog gedoogd? En dan kom je ook bij de vraag, wie bepaalt wat voor ideologieën op dat soort media rond kunnen gaan? Wie bepaalt dat nu volgens jou? Dat is een goede vraag. Ik denk dat het een collectie is, zeg maar, van de mensen die algoritmes ook gemaakt hebben. He, dus dan kom je uiteindelijk ook bij de vraag, wat voor ideologieën hangen zij aan? Het zijn geloofsovertuigingen, het zijn macht, geld of andere belangen die daarin meespelen. Ja. Om daar een eenduidig antwoord in te geven is moeilijk. Ik denk wel dat we met z'n allen op zoek moeten naar hoe worden dat soort zaken meer transparant. En hoe gaat de eigenaarschap van de data, hoe komt dat meer bij het individu te leggen om daarmee te bepalen wat je wel en wat je ook niet wil delen? Hoe kan dat effect of de belangen van big tech, hoe kunnen die zeg maar niet stroken met de christelijke belangen? Waar wringt dan de schoen? Worden christenen dan opeens heel erg ook op geld belust, net als die bedrijven? Het belang van de christen is natuurlijk om God te dienen in alles wat hij doet. Hè. Dus daar zal ook de technologiekeuze een onderdeel van moeten zijn. Dus al gebruiken wij technologie, kunnen we natuurlijk de keuze eigenlijk stellen van tot wiens eer gebruiken we die technologie? Doen we dat voor onszelf? Doen we dat voor een ander? Of doen we dat voor een ander en ook met God in het... Technologie aan zich is eigenlijk een heel dienstbaar iets. Absoluut. Ik denk dat het een van de eerste gaven ook werd gezien vanuit de schepping, hè, over de aarde ook onder andere te bebouwen. Dus ik denk dat technologie bij uitstek ook iets is om goed te doen. En in de Bijbel zie je al wel heel snel een dualiteit. Hè? Dus ik denk aan de Ark van Noach, om iets te noemen, waarmee natuurlijk hij en de zijnen gered werden. Maar denk ook aan dingen als de torenbouw van Babel. Dus al heel snel zie je in de Bijbel, in Genesis al, eigenlijk de twee wegen van technologie. Dus je kan er goed mee doen, je kan er kwaad mee doen. En big tech gaat nu te veel de kant op van de toren van Babel, wat jou betreft. Nou, één stap terug. Wat je natuurlijk ziet, dus ook de goede uitingen die wij kunnen doen. Ja. Denk aan de voorbeelden over digitale evangelisatie. Denk aan een Bijbel-app die al honderden miljoenen keren gedownload is. Ja, die maken ook waarschijnlijk gebruik van big tech dienstverlening. Dus dat zou een goed aspect kunnen zijn. Ja. Maar ja, er zijn ook genoeg voorbeelden natuurlijk. Maar hoe maak je dat onderscheid dan? Wanneer weet je of je het goed gebruikt of dat je er misschien op een verkeerde manier door beïnvloed wordt? Nou, dus ik denk dat een allereerste vraag om te stellen is al, hoe afhankelijk maakt het je? He, dus kun je een dag zonder je telefoon? Heb je alternatieven voor al zou je telefoon het niet meer doen bijvoorbeeld? Een andere vraag die je kan stellen is, eigenlijk kun je alle uitingen die je op sociale media doet, alle manieren hoe je technologie gebruikt, kun je natuurlijk heel makkelijk spiegelen aan onze Bijbelse leefregels. Dus nee, het gaat niet over robots in de Bijbel, maar we kunnen daar wel degelijk iets van vinden. Want als die robot te veel de taken van de mens overneemt, uiteindelijk gaat het bijvoorbeeld in een menselijke relatie over iets, kunnen wij elkaar liefhebben? En al heb je het dan over de zorg, natuurlijk heb je zorgrobots, maar zijn die nou zo empathisch dat ze ook liefde kunnen geven? Ja. Of is het puur dat ze bepaalde activiteiten overnemen? En ik denk dat je daarin, dat we gaan naar een toekomst waarin mens en machine absoluut samen kunnen werken, kunnen bestaan. Ja. Maar dat we heel erg onderscheid moeten houden, dat de repeterende taken kunnen over worden genomen door technologie, maar significante keuzes over dingen als ethiek, over emotie en over dat soort zaken, die zullen wij moeten doen, omdat we dat ook moeten enden op onze principes en leefregels. Nou, hoe afhankelijk ben jij zelf van big tech? Nou, kijk ik naar mijn werk. Door corona zit ik nu al bijna een jaar thuis en ik ben echt een ontzettend weinig keer naar kantoor geweest. Dus momenteel maak ik elke dag daar gebruik van. En je zou natuurlijk kunnen zeggen dat werk een goed iets is. Ja. Ja, er zijn ook hele andere stromingen. Ik bedoel, al kijk je ook al naar zaken als... Maar vind je het zelf een goed iets? Vind je het zelf fijn dat je elke dag daardoor goed kan werken? Absoluut. Dus het geeft een bepaalde... Het geeft een bepaald relaxed gevoel. Dat je niet altijd naar kantoor hoeft. Hè? Dat de mogelijkheid er is om ook op een andere manier te werken. Ik denk wat wel een belangrijke is om te noemen, is dat we
afgelopen jaar hebben we dat eigenlijk een ontzettend grote opkomst gezien van desinformatie. Hè, fake news, nepnieuws, ja. al dat soort zaken. En wat daarin denk ik belangrijk is, is dat er vandaag de dag is de vraag heel erg, wat is echt, wat is nep? Maar daar ook mee, wat is waarheid? Al dat soort technieken, zoals hè, dingen als synthetische media, hè, dat je op Instagram filters eroverheen kan doen, dat je met deepfake-achtige zaken mensen dingen kan laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk een ontzettend grote invloed. En dan kan je aan de ene kant natuurlijk zeggen, hè, misschien dat er wel een bepaalde therapeutische waarde in zit. Maar aan de andere kant kun je ook zeggen, van, ja, dat zijn wel zaken, daar moeten we hele grote vragen bij stellen. Nou, ben je zelf ook verslaafd aan Instagram of Facebook? Hè? Zie je zelf ook filters over je foto's heen te doen? Nou, ik denk dat veel een groot woord is, maar je maakt er wel dagelijks gebruik van. En ik denk wel dat ik bewust mee bezig ben hoeveel tijd ik eraan aan besteed. De vraag is ook, wat kan je anders doen met die tijd? En dan kom je natuurlijk ook weer bij onze... Ja, bij wat onze... zou je anders willen doen? Heb je wel eens over nagedacht om gewoon ook je accounts te verwijderen? Nou, ik ben wel selectiever geworden in het accounts wat ik heb. Ja. Dus ik heb al een hele poos geen Facebook meer. En ik zit ook in twijfel om Instagram weg te gooien. Oh. Nou, wat je ziet is dat er natuurlijk... Je hebt gewoon tijd nodig om dat ook te onderhouden. En aan de ene kant is dat prettig, want je spreekt mensen die ver weg zijn. En aan de andere kant moet je afvragen, is dat de juiste balans met de mensen die juist dichtbij wil spreken? Hey, ik krijg zelf veel meer waarde aan een goed gesprek gewoon in een fysieke omgeving. Ja. Rick, heb jij tot slot nog tips voor christenen hoe ze goed om kunnen gaan met big tech? Nou, ik denk dat een aantal dingen belangrijk zijn. Laten we ons als allereerste bewust worden over wat er gebeurt allemaal. He, dus zijn we ons bewust dat we zelf het product zijn? Zijn we ons bewust dat er heel veel desinformatie is? Vervolgens kunnen we ons dan ook bezinnen en het langs onze leefregels houden. Om vervolgens dan ook de actie te nemen. Gaan we een alternatieve platformen? Gaan we ons anders organiseren? Of om ons te berusten? En uiteindelijk denk ik dat ook een van de belangrijke zaken is, we kunnen ons nu heel druk maken over dit thema. He, net zoals we dat over andere thema's ook doen. Maar als christenen zijnde geloven we ook in een almachtige God die alles in de hand heeft. En dat mag aan de andere kant ook weer een stuk ontspanning in die zin met zich meebrengen. Dat neemt niet weg dat we ons er druk over moeten maken. Zoals jij doet. Met mate. Yes. Dankjewel, Rick. Hey, leuk dat je naar deze video hebt gekeken. We kunnen deze video's alleen maken door de steun van onze leden. Dus ga naar cip.nl, abonneer je en start je gratis maand als je nog geen lid bent. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal.